biedt, ik ga niet zeggen, daartoe de kans. Maar als je dan mag meespelen, hier staat veel meer op het spel. Ja. Vorige edities was play-off 2 eigenlijk. Ja, dat waren flankvoorzitters, toch sterk met het hoofd. Maar op die tweede paal, voilà, daar is hij, de Camargo met het hoofd en op het lijf van Godot. Warm moment aan de tweede paal van KV Mechelen en deze trap van Herbergen. Vadis, Ojija. Rechtervoet, inderdaad. Castromontes dropt hem met de kopbal van Bezous tegen de lat. Eerste echt gevaarlijke moment van Agent. En de kopbal spat uiteen. Goed gedaan van Castromontes. Mrapti eigenlijk niet, hè. Van Herbergen misschien wel. Mrapti is een man die op de flank speelt. Je kan ook afvragen waar is Schoofs. Schoofs staat daar een beetje te kijken. Aan het halve maandje hier de kop. Heel ruimte achter. Ja. Heeft vaak alle tijd. Dus, hier Kums, die kan trappen. Het is een goeie van Kums en een even goede parade van Yannick Toele. Degelijk weer klonken. En weer, ja. Kijk eens. Ja, veel ruimte daar voor Kums nu. Die heeft de tijd en kan uithalen. Wie moet hem oppikken daar? Is dat hem Rapti of het? Buiten sluiten. En Castromontes. Ja, naar binnen. Op zijn rechter, uiteraard, zou ik zeggen. En zoeken. Zoeken naar de schot. Moeilijk. Anke Olsen haalt hem richting Bezous. Opletten daar, Bezous binnen. Goed gedaan van de Oekraïner. En iedereen keek naar wat er met die bal zou gebeuren. En Bezous anticipeerde en schatte dat gewoon beter in. En alweer hij met een goal. Ja, een cabaret naar de bal. Kijk, Anke Olsen. Ja. Lijkt mij een beetje een afzwaar, ja. Maar goed, hij komt tot bij Bezous en die komt hem binnen. Maar Cabaret moet daar toch tussen komen. Kijk, om in wacht, de bal wacht, gaan. Ja, wacht, ja, hij gaat wacht. Niet in de bal. Uiteindelijk beseft hij het te laat dat, dat Bezous er gaat voorzitten. En ook Toele die wel wat voor zijn doellijn stopt. Ja. Maar ja, daar tegen wapen is het moeilijk. En Bezous, ja, laat het makkelijk lijken. Maar dat is het niet. En alweer een belangrijke goal van de Oekraïner. Denk maar aan die thuismatch tegen Gedan. Ja, Godot. Zeker wel. Geen ruimte voor een foutje daar. Schoofs. Bal valt. En daar voor De Camargo. Dat had hij toch beter kunnen doen. Doudali, ja. Moeilijke play-offs voor hem. Zonder al te veel zelfvertrouwen. Maar toch een assist tegen Standaard. Helemaal op het einde. Sterk. Oppermachtig daar. Dat hij wel. En Bezous. Veel ruimte. Van Herbergen komt. Zijn vriendje. En Tisoudali. Ja, Remtsjoek. Er zit wel wat zwier in deze aanval. Tisoudali gaat en trapt hem mooi binnen. 0-2 Gent. Prachtig gedaan van Tarik Tisoudali. En voilà, daarom hebben ze hem gehad. Maar ook van Jaremtsjoek, ja. Die met een overlap kwam. Dat deed Cabaret. De trap van KV Mechelen. Eerst een slecht tikje van Ojija, want die wou eerder al naar Jaremtsjoek. Uiteindelijk van Bezous naar Tisoudali. Jaremtsjoek gaat naar buiten. Hè, Cabaret stapt even naar buiten, waardoor Tisoudali naar binnen kan. En die maakt het goed af. Ja, dus, goede collectieve aanval in de omschakeling. En nu wel serieuze problemen voor KV. Nog niet verloren in de Euro Playoff. Het zou toch wat zijn dat het dan net op de laatste speeldag gebeurt. Net wanneer het niet mag. Maar mooi gedaan van Tarik Tisoudali. Moet nu een paar tandjes bijsteken. Cabaret. Hap de langs. Dat is mooi gedaan van Issa Cabaret. En dan. Nee. Ja, dribbel gaat dan terug. Omdat, wie was het? Castromontes. Dit. Gaan het niet jinxen. Maar kijk, hier zie je het. Het is ook niet de bedoeling natuurlijk van Castromontes om op die voet te staan. Maar... Is al met zijn iPad zit. Ja, Steven de Voer die hierboven zit, die heeft ook de wedstrijdbeelden. Dus die. Dat het kan. Mannen. Voilà, moet gaan kijken. Ja. De regen valt al uit de lucht. Nu nog een doelpunt voor Mechelen. Het is een strafschop. Ja, die wordt naar de bank geroepen. Die gaat ook komen. Voilà, kijk eens. Dubbele storm. Maar eerst. Ferdi drijft. Duurde lang. Moet lang wachten. En trapt hij Mechelen op 1-2. Jawel, rechtdoor het midden. Geen Panenka. Nee. Maar wel gewoon rechtdoor. En we hebben terug een match. Mechelen op zoek. Maar blijven kijken. Ja, gewoon rechtdoor getrapt. Ja, het scheelt niet zoveel. Maar uiteindelijk, het belangrijkste is wel dat hij binnen gaat. Een 1-2. En dat is goed, hè. Toch voor ons neutrale. Genoeg
met dat mooie voetbal. Ik denk dat hij hem nu toch zal smijten. Ja, en Gent die hoog gaat staan. Buiten de eigen 16. En dan zakken. Het is geen slechte, daar is een kopbal, maar hij gaat heel ver naast. Heel, heel, heel ver. Blijft hij toch de frisheid vandaan halen om zo'n bal te trappen. Op Di Camargo, daar is Ferdi Druijf. Schoofs en Murray. Nog altijd niet gedaan. Druijf. Nicolas Storm gaat trappen. Het is te zwak. Het is te zwak. Zijn moment was gekomen, dacht Emeka. Controle. Het is gedaan. Het is afgelopen. AA Gent. Zonder al te grote vreugde, dat moeten we erbij zeggen. Maar ze gaan wel naar Europa en ze geven hun seizoen zo toch nog wat glans. Van Azenbroek is er toch tevreden mee.